Jukes van Kanaal, ik ben Remco Bal. De video van deze laatste aflevering voor de zomer van Wat inderdaad. En dan gaan we de zomervakantie in en gaan we de zomerplanning in. Want ja, de planning wordt weer top, 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 top. Want volgende week op dit tijdstip staat op dit jullie kanaal FC Plots. Plots. Ligt eraan natuurlijk hoe dat EK voetbal natuurlijk in elkaar steekt. Want ja, er kan soms een beetje verandering in komen. Ik bedank na het intro gaan we sowieso verder. De laatste voor voor de zomer. En dan zijn we eind augustus weer terug. De dag van tuinieren. En de dag van koken. Of wat dacht je van de dag van de radio? Elke dinsdag en vrijdag zie jij Wat een internet. De dag. Ja mensen, welkom allemaal bij deze aflevering. We gaan vandaag reageren op nog 8 uitspraken van Nederlands op vakantie. Waardoor je direct naar huis wil. Nou, ben benieuwd. Nederlands op vakantie die pikt binnen no time tussenuit. Niet alleen door hun Birkenstocks en rugzakjes, maar ook door een overduidelijk accent wanneer ze een Engelse zin proberen te vormen. We schreven wel langs een uitspraak over vakantie die echt alleen uit de mond van Nederlanders kunnen komen. En binnen no time stroomde de reactie vol met nog meer typische opmerkingen. Bereik mij even meer taal voor, want als je deze uitspraak op vakantie hoort, wil je direct je koffers weer inpakken. 1. Sommige Nederlanders bakken op vakantie helemaal niks van. Op zaterdagochtend bij de bakker in Frankrijk in een winterspotdampje je mappelle, een baguette. Ik heet een stokbrood. De bakkers, mevrouw pakt zonder blik op blozen een stokbrood. Aangezien het zaterdagochtend is, heeft ze dit al de hele week gehoord van deze meneer. Oh. 2. Met deze extra frietsaus en een ticket naar Nederland, alsjeblieft. Een gast van mij in het McDonald's in Manchester, Engeland. Hello, one, MC, croquette. 3. Nederland steken zelf op vakantie hun kop niet snel in de zand. In Italië, Elba, na 2 dagen autorijden ergens op een klein strandje neervoegen en al dat kutzand overal horen, dacht ik echt dat we zo afgelegen zaten. Misschien hebben ze de Volkskrant wel. Oké. Doe je hef een telegraaf bij een krantenkiosk in Londen? Wat? Oké. 5. Zo lok je de Nederlanders met gemak uit de Dordeweekse tent. Op een kampeerreis in Afrika, in de midden of nowhere, op de Serengeti vlakte komen we aan. Er staan al 2 tieners af te wassen over een afdakje in de regen. Zeggen tegen elkaar, haha, die moeten lekker hun tent opzetten in de regen. Ik roep, haha, dat hoorde ik. Kut, het zijn Hollanders. Oeps. Louis van Gaal zat rossen al deze vakantie gangen. Aan het zwembad in Jakarta. Een oer-Hollandse dame zegt tegen de Uber. En is not that something. Ik kan zo voor geen meter Engels. Hè. Ik kan voor geen meter Engels. Hoe je alle Nederlanders binnen no time bij elkaar krijgt. Nou zo. Jaren geleden op vakantie bij in de supermarkt van Mitzwie Rumman. Daarop je midden in de Nef. Woestijn in Israël. Ze hebben hier Koopmans pannenkoekmix. Een random vrouw achter ons nadat we dagenlang alleen Hebreeuws en Engels gehoord hebben. Ja, leuk hè. Ze hebben altijd wat Nederlandse dingetjes. Die houden van pannenkoeken gebakken in het tentenkamp. Leuk. Acht, heel raar dit. In Parijs vroeg een Brabo een Bako in een restaurant en werd superboos toen de beoper hem niet begreep. Ja, nou, dat waren de 8 dingen. Ik hoop dat je de afgelopen tijd heel leuk vond. We zijn al sinds... Wanneer zijn we begonnen? We zijn sinds 9 januari constant bezig geweest op de dinsdag en de vrijdag. Om een leuke aflevering te maken, behalve tijdens de feestdagen en tijdens speciale dagen. Toen waren we niet. Maar ja, in principe hebben we eigenlijk het halve jaar hebben we eigenlijk alleen maar Wat internet gemaakt. En dit blijft natuurlijk doorgaan. We zijn pas eind augustus weer terug. We zijn er... 27 augustus zijn er weer een nieuwe aflevering van deze serie. En tot die tijd kan je genieten van de reactie op de zomer op de dinsdag en MC Plots op de vrijdag. Dat wordt een mooie zomer, dat beloof ik jullie. Ik zie jou 27 augustus. Tot dan. De dag van tuinieren. En de dag van koken. Of wat dacht je van de dag van de radio? Elke dinsdag en vrijdag zie jij Wat een internet. De dag.